Repeat. Hallo allemaal, welkom bij Wielen Detailers. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de rubriek In de Wasbox met... Baris van Barbaros Detailing. Nou, Baris, hartelijk welkom. Dankjewel, Martin. Tof dat je er bent en dat je een paar uurtjes tijd wilde maken om een coole video samen te schieten. Nou, de In de Wasbox met video's die zijn voorheen al eerder gedaan met Tom van Fris van de Deur. Ja. En de tweede was met Cilia, Naked Bike Lady. Dat was ook een hele leuke video. Zeker. Zeker. En vandaag gaan we het met jou hebben over Die Hard Detailing. Yes. Nou, voordat we naar binnen gaan en met jouw auto aan de slag gaan, hoe zou je jezelf willen omschrijven in 5 woorden? Ja. Vooral ondernemend. Positief minded. Ook wel een beetje creatief. En een ijzersterke doorhoudingsvermogen. Doorzettingsvermogen, laat ik zo zeggen. Dat kan ik bevestigen. Ja. En er is nog 1 over. Vul hem in. Ja, ik denk vooral lief. Ja? Ja. Ja, ik ken Baris ook privé vanuit zijn vrouw en zijn dochtertje. En daar zie ik een hele andere Baris als ik zie in de detailingstudio. Ja. Dus zo ken ik hem ook. Dank je wel. Graag gedaan. Hoe oud ben je? Ik ben 39 geworden. Recent, hè? Recent, inderdaad, ja. Dus nou, je bent dicht bij de 4-0. Oh, hou op, hou op. Ja goed, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel, inderdaad. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Veghel, een klein dorpje in Brabant. Hoe heb je eigenlijk door de jaren heen, of misschien wel vanuit je jonge jaren, hoe heb je auto's eigenlijk helemaal beleefd en meegemaakt? Nou, het begon eigenlijk op een vrij jonge leeftijd. Mijn vader had een Golf 2 GTI. Mijn interesse in auto's is toen begonnen, ja? Zeg maar. Ja. Ja, kan ik me voorstellen. En was je toen ook al bezig dat je met je vader samen ging wassen? Zeker, zeker. Op vaderdag kreeg mijn vader altijd een cadeaubon om gratis bij mij te komen wassen. Ja, serieus, maakte ik zo'n bonnetje met wasbeurt erop en zo. En dat gaf ik dan aan mijn vader. Kijk. Dus ja. Dat is de roots van Barbaros Detail. Zeker. Dat wilden we in deze video achterhalen. Ja, klopt. Ah, leuk. Ja, leuk. En vanuit je tienerjaren en je bent wat verder opgegroeid. Voor welk beroep ben je echt gaan leren? Of welke richting ging je op? Ja, ik heb eerst bedrijfseconomie gedaan. Commerciële economie, bedrijfseconomie. Vervolgens ben ik begonnen met een hbo-studie, integrale veiligheid. Maar ik wilde eigenlijk al op jonge leeftijd graag bij de politie werken. En voor de mensen die mij al een enige tijd volgen. Ik werk dus nu nog bij de politie. En ik ben er super trots op en dat doe ik er nog naast in principe. Ja. Altijd fulltime gedaan. En nu werk ik nog maar 2 dagen bij de politie en ben ik fulltime aan het ondernemen. Ik heb net al een klein beetje aangegeven, maar verliefd, verloofd, getrouwd? Allemaal. Tegelijk? En verliefd, en verloofd en getrouwd. Je scoort echt bonuspunten. Ja. Als Dunja zit te kijken. Mevrouw heeft ze alle 3. Oké. Okay. Ik ben en verliefd en ik ben verloofd met haar en ik ben getrouwd met haar. En jullie hebben samen een heel mooi dochtertje? Ja. Hoe heet ze? Hayat. Hoe oud is ze nu? Bijna 2. Oké. Okay. Ja. Loopt ze al? Ze rent al. Oh. Ja. Ja, ik denk dat het nu vooral tijd is om lekker naar binnen te gaan. Laten we eens even naar jouw auto kijken, een stukje voorinspectie doen. Gaan we lekker even reinigen en wassen. Ja. Velgen schoonmaken. Doen we. Baris, vertel ons eens even iets over jouw auto. Ja. Dit is Betty. En dan vragen jullie af van hoezo Betty? Waar komt de naam Betty vandaan? Nou, Betty, je moet je voorstellen. Het is een hele grote vrouw. Met gigantische boobs. Ja. Super lief. Is niet al te snel. Maar biedt enorm veel comfort. Dit is Betty. Beter kan ik niet uitleggen. Ja, nou, mooi omschreven. Dus, ja, en voor Betty moet je gewoon goed zorgen. Want Betty is op leeftijd. Het is van 2005. Er zit een 3 liter 6 cilinder in. Rijdt als de koning. Automaat zag ik. Automaat inderdaad. 35i. 35i. Carbon zwart. Carbon zwart inderdaad. De kleur die je graag wilt hebben. Ja, dat klopt. Dat zag ik al. En ik zag ook de Shadowline lijsten. Klopt. Ik al. Inderdaad. Ja. Even kijken binnen de wielkasten. Kijken van ja, normaal is het eigenlijk al vaak BMW of Mercedes. Maar het antwoord heb ik al. Ja. Dat is eigenlijk een vergelijking tussen je vader of je moeder. Ja. Snap je? Die vergelijking kan ik niet maken. Ze zijn allebei mooi. Okay. Ja. Maar ben je echt een BMW-man? Ik hou wel van BMW. Nou, als je dit filmt, dit is de schuld van de vrouw. Als de vrouw kijkt... Oké. Duidelijk is het. Kijken. Nou, dit is allemaal nog wel netjes hoor. Hier achterop zien we toch wel wat vervuiling in het watervlekken. Ja. Hier onderaan zit er mooi wat vervuiling. Ja.
En nog even wat vragen overstellen met elkaar. Hier ook watervlekken bij de instap. Die zijn allemaal netjes bagers, hoor. Ja, dat is niet verkeerd. Ik hou hem goed bij, hoor. Ik zie het. Ik hou hem goed bij. Ik zie het. Keurig. Ja, wat je standaard altijd bij BMW hebt, is altijd een litertje olie. Ja. Heel belangrijk. En goede opties, mooie kleurleer, mooi dashboard, open dak. Zwarte niertjes. Ja, die heb je zelf gedaan, denk ik. Die heb ik zelf. Ik hou van originaliteit. Alleen, ik vond dit wel... Dit moest veranderen. Nou, waar we naartoe voor gekomen zijn, het in de wasbox met. Dus we gaan nu samen lekker wassen. Als we gaan reinigen en een klant die wenst een motorruimte detail, dan beginnen we altijd met de motorruimte. Nu valt het hier best wel mee in grote lijnen. We zien hier wel wat vervuilingen. Een blaadje. Wat zand. Het mooiste vind ik eigenlijk zelf altijd om te werken met stom. Ja, en niet met te krachtige reinigers. Ik weet dat voor motorruimtes en wielbakken vaak toch wel flink wat alkalische reinigers worden gebruikt. Klopt. Terwijl je met een APC en stom en een paar goede bossels best al wel veel kunt doen. Dus dat was zeker, mijn voorstel. Zeker. Een sterk alkalisch product tast soms ook wel de kunststof delen aan. En daar moet je gewoon voor waken. Ja, als je niet goed naspoelt. Klopt. Dat klopt inderdaad. Dus ik ga even onze APC erbij pakken. Helemaal goed. Dus we werken hier met een Optima steamer. Die geeft tussen de 8 en 10 bar druk. Dit zijn de normale slangen en de normale pistolen. Dus het is 8 bar. Maar je kunt hem ook omdraaien naar power hoses en power steam guns. Als die eventjes heeft stilgelegen, want de steamer staat wel aan, dan gaat hij waarschijnlijk water geven. Maar dan hou je hem gewoon ingeknepen. En dan komt hij op stoom. Nou, wat ik altijd eerst even doe is om opliggend zand weg te halen, zeg maar. Stroom ik dan altijd los. En ik werk voor mezelf altijd van boven naar beneden. Ik weet niet hoe jij dat zelf doet. Ik van beneden naar boven. Oh echt? Ja, want anders word ik nat als ik beneden verder ga. Ah. En ik denk altijd vervuiling valt dan naar beneden. Dus klopt. Als ik het eerder heb gehad dan. Ja, ik hoef niet vies te worden. Nee, twee filosofieën. Pak jij er ook in? Yes, gaan we allebei aan een kant werken? Doen we. Leuk. Hij is krachtig hoor. Ja. Fijn ding. Ja. Anders dan een kerger van 100 euro. Dat klopt. Kijk, voor de motorruimte, die wordt niet al te warm. Je ziet trouwens hier al een klein beetje dat het vel begint te lossen, zeg maar, door het warme stoom. Dus het wordt niet al te nat, dat vind ik een groot voordeel. Nou, wat ik eigenlijk nu doe, de grootste vervuiling is weg. Ik spray hem eigenlijk nu gewoon lukraak in. Lukraak is geen niet het goede woord, maar ik spray hem lichtelijk in met APC, zodat APC even kan werken. Ja. En dan ga ik er zo meteen met vochtige borstels langsheen. En heb ik dan wat meer reinigingskracht nodig, dan spreek ik dat in mijn borsteltje. En ga ik vanuit daar ga ik eigenlijk verder. Ja, helemaal goed. Alles. Ik heb hier altijd een emmertje om hem regelmatig te spoelen. Nou, dan beginnen we eigenlijk met alle vervuiling te lossen. En die stomen we zo meteen weer na, zodat het allemaal weg is. En dan hebben we nog maar relatief weinig nodig om te drogen. Is dat. We zijn nu lekker even een beetje bezig met de borstels. Heb je zo nog voorkeur voor borstels? Let jij op dingen met borstelen? Ja, op zich wel. Op lakdelen vind ik het belangrijk dat het niet al te hard is, maar dan gebruik ik vaak een zachte borstel. Motorcompartiment wat harder, plastic delen wat harder. Op die manier komt het vel wat beter los en zorg je voor minder krassen. Dat is het doel. Hey Maris, hoe is detailing ooit voor jou zo begonnen? Heel lang geleden. Zoals ik in het begin ook vertelde, op jonge leeftijd al. Hè? Ja. Maar het echte detailen, dat kwam pas echt op een latere leeftijd. Begin 30 bracht ik ooit mijn eigen auto naar een detailer. En toen dacht ik, vrek, dat is leuk. Ik wil dat ook. Ik wil dat ook kunnen. Dus bij jullie de training gevolgd? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Dat een zwarte Golf. Klopt, inderdaad. Een Golf 6R. Ja, dat was ook een dikke keer. Dat was echt wel mooi. Heel veel YouTube filmpjes kijken en daarna
keihard werken. Ja, mooi. Poh. Martin, wat is dat? Spat allemaal deze kant op. Excuses. Door jou. Mooi hoor. Ik ga verder. Dat brengt me eigenlijk een beetje bij het volgende punt. Doe of deed of nog steeds, ben je wel eens bij Harley betrokken? Ja, zeker. Ja. Ik heb hele goede contacten met Central Harley Davidson in Den Bosch. Een hele mooie, ja, ik vind persoonlijk de mooiste Harleyzaak van Nederland. Ja, ik lever daar onder andere producten. Dus als je met je Harley daar naartoe gaat en je zegt ik heb schoonmaak nodig, dan zie je mijn producten onder andere daar staan. Cool. En af en toe vragen ze om hulp, om ze te ondersteunen in het detailen van motoren. Dus ik ben graag daar, echt een kind aan huis ook wel. Dat is wel fijn. Heb je inmiddels ook een Harley? Yes, ja. Ik heb een Harley Sportster Iron, een 1200. Een vrij kleine Harley. Stage 4 getuned. En ja, die staat bij mij op de zaak. Rijd er weinig mee. Alleen mooi weer. Is wel een dik ding om te zien. Ja, zeker. Heel mooi. Ik ben er blij mee. Zo simpel kan een engine bay reiniging zijn. Vervuiling wegstomen. Vastzittende vervuiling lossen met een all-purpose clean oplossing en een paar goede borstels. Borstels regelmatig spoelen. Ja. En al het geloste vel wegstomen. Ja, ik zat net zelf al te kijken van goh, hoeveel vervuiling neem ik dan nog af met mijn doek? Dit is de krant die ik als eerste gebruikt heb. Dus ik gebruik mijn doeken normaal altijd als een viervoud. Dus dan sla ik hem twee keer dubbel. En dit is wat ik heb afgenomen. En ik vond het zelf heel weinig. Dus ja. De motor was al relatief klopt, schoon. Klopt. Ja, dus is dat. Zullen we de kap dicht doen? Alright. Hey Baris, je bent ook al... Nou ja, je zei net in je dertiger jaren, maar dat is alweer, denk ik, begin 30. Ja. Ben je met detailing begonnen? Klopt. Welke veranderingen heb je eigenlijk allemaal voorbij zien komen? In de detailingwereld? Ja. Of in werkmethodes die we nu anders doen? Waar ik me vooral over verbaasd is dat de afgelopen jaren ontzettend veel detailers zijn bijgekomen. Als pannenstoelen uit de grond. Ja. En ik vraag me soms wel eens af van ja, wat is nou precies detailen dan, hè? Ja. Is detailen voor een paar honderd euro auto wassen? Dat vooral eigenlijk. Ja, die snap ik wel. Ik zie het inderdaad ook. Ik moet soms wel eens denken aan de beginjaren toen wij met SmartWax en Camelgrijs werkten. Mm-hmm. En we kwamen in Amerika. Dan kwamen we van het vliegveld af in Los Angeles. Yeah. En dan had je altijd een soort shuttlebusje die je naar je hotel bracht. Mm-hmm. En het viel mij altijd op dat heel veel auto's daar altijd al tire shine hadden. Ja. Yeah. Dan praat ik over 14, 15 jaar geleden of zo. En dan had je dus gas en detailing, je had express detailing. Mm-hmm. En terwijl dat hier eigenlijk nog gewoon wassen was, car wash, yeah, zeg maar. En volgens mij is die hele flow een beetje overgegaan. Dus je kunt een reiniging is een detailing. Yeah. Maar ook drie stappen polijsten en coating on top of met PPF-behandeling erbij is ook detailing. Is ook detailing, maar ik denk... ik noem het even een simpele wasbeurt, wat je voornamelijk doet bij dealers, is dat nou detailing? Ik geloof niet dat je voor een paar honderd euro een detailbeurt kunt geven. Nee. Voor mij omvangt detailing veel, is een veel groter iets dan... Zullen we allebei even een velgje pakken? Ja.
veel groter iets dan, ja. Ja, dat... Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dat snap ik. Ik snap absoluut wat jij bedoelt. Dat zie ik ook al zo. Bertie is blij, hè? Ja. Bertie is heel blij. Nog een klein beetje wat meer over, nou ja, over jou en Barbaros en de familie en de hulp die je hebt. Ja, wat voor doelen zie je in de toekomst? Wat wil je graag doen? Ja, het doel eigenlijk is om het bedrijf te laten groeien. Mijn allergrootste doel is uiteindelijk een eigen pand te kunnen realiseren. Oké. Ja. Jouw beeldmerk, ik leerde Baris ooit kennen. En ja, en toen was je volgens mij net een beetje begonnen met de baardgroei, zeg maar. Ja. Dat vind je ook in Baris' logo terug. Waar komt dan de Barbaros vandaan? Nou, ik zat in de auto onderweg naar huis met een vrouw samen. En toen zei ik, hey schat, ik wil gewoon een eigen bedrijf beginnen in de detailing. Oké, maar hoe gaat het bedrijf dan heten? Barbeer, boer, Barbaros, weet je wel? Ja, dat is hem, weet je wel, Barbaros gaat worden. Is dat iedereen een van de Griek of zo'n zeeman? Of? Ja, een Turkse zeeman inderdaad. Ja, die heet ook Barbaros. Volgens mij een beruchte zeeman. Ja, er is iets meer gedaan, volgens mij, ja. Dus zo is Barbaros die tekening eigenlijk ontstaan. Grappig. De velgen zijn gedaan. Ik denk dat we ik weet niet hoe jij het altijd aanpakt, ja. Maar ik doe vaak op de kritische delen, doe ik vaak een alkalische voorrijding. Mm-hmm. Die laat ik even 30 tot 60 seconden inwerken. Ja. Dan gooi ik de snowfoam eroverheen. Ja. En dan zakt dat gelijk al mooi af. Ja, idem dito. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, hier heb je de reiniger. Hey, zag je dat? Ja. Dat is de flexibiliteit van Barbaros. Nou, wat misschien wel even een leuk gespreksonderwerp is, nu we er toch mee bezig zijn, weet je niet. Hou je van dik snowfoam? In de zin van echt, mm-hmm, dat het scheerschuim dik op ligt. Mm-hmm. Of hou je meer van dit? En dan is de vraag natuurlijk altijd, wat wil je ermee bereiken? Ja. Nou, ik hou meer van dik of zo. Dat het er heel langzaam vanaf glijdt. Ja. Barbaros.
Zijn we begonnen? Ja? Alright. Ik spuit hem af. We hadden net het onderwerp nog even klaargemaakt van de brug naar het lijntekeningetje van je gezicht met de baard, zeg maar. Maar je bent ook heel detailend met je baard. Klopt. Er zijn speciale waxen voor een baard. Ik gebruik de Tire Shine van Dicon. Hey. Ja. Hey, is dat een baardwax? Ja, er is wel een baardwax inderdaad. Ja. Maar goed, zo'n baard heeft gewoon verzorging nodig. Want je ademt, je eet, ik scrub iedere dag, ik was hem iedere dag, ik smeer hem in met olie. Het hoort allemaal bij. Okay. En ik ben zelf ook heel verzorgend. Ja. Dat is het gewoon, nou, heel ijdel. Ja. Nou, mooi om te horen, daar leren we wat van. En kijk, niet gebruiken Tire Shine voor je... Nee. Hey, Baris, nou, het is denk ik een hele mooie Turkse roots die je meebrengt. Ja. Yeah. Toen Chris en ik begonnen, 17 jaar geleden, toen om enigszins onbekende reden, voor mij in ieder geval, deden heel veel Turkse mensen in onze branche het allemaal voor heel erg weinig geld. Ja. Yeah. Jij hebt dat vanaf dag 1 anders gedaan. Klopt. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, ze zeggen vaak dat Turken ondernemend zijn, hè? Ondernemende mensen. Ja, dat denk ik ook wel. En daar ben ik ook wel heel erg trots op. En ja, er zijn heel veel autopoetsers die voor weinig doen alleen. Nou, ik bedoel het ook niet zozeer alleen de Turkse mensen, maar zo stond het bij ons in de buurt in Twente toen wel een beetje bekend. Ja. En dan denk ik van ja, dat is eigenlijk nooit echt nodig geweest. En jij bent in ieder geval voor mij de eerste die bewijst dat dat nodig is geweest. Er zijn toch nog wel eens links en rechts wat ongegronde opvattingen over zeg maar elkaars roots. Soms leidt dat tot misverstanden, soms ook niet. Mm-hmm. Maar ik hou er altijd heel erg van om het met humor te benaderen. Tuurlijk, dat is ook belangrijk. En op een of andere manier dan kun je er samen om lachen en dan kom je er altijd wel weer uit. Ja. Maar wat zijn nou echt dingen, zeg maar, waar jij ten opzichte van de Nederlandse roots die hier is, de draak mee steekt, zeg maar. Of waar jij heel erg hard om kan lachen. En waar wij ook met z'n allen om kunnen lachen. Ja, het heeft niet zozeer denk ik met details te maken wat ik nu ga vertellen, maar ik kan wel lachen als je... Ja, het grootste verschil eigenlijk tussen... En dan is natuurlijk niet iedereen zo, maar... Als je om 6 uur voor de deur bij een Nederlander staat en de deur gaat open en je komt iets ophalen of whatever, het maakt niet uit. Dan gaat de deur vaak heel snel dicht van, hey luister, we zijn aan het eten, kom maar straks terug of zo. Dat klopt. Ik geef een voorbeeld van hoe wij zijn en wij, onze familie en de Turken in zijn algemeenheid. Als je daar voor de deur komt en je bent redelijk bekend met de familie, dan ga je naar binnen. Dan ga je eten, heb je geen honger, dan ga je nog eten. Als je echt geen honger hebt, dan krijg je voor 2 weken eten mee naar huis. Dat komt bizar. Dat geloof ik meteen. Dus, wij zijn daar wel een beetje bekrompen in, inderdaad. Daar is absoluut... Ik kan daar wel om lachen. Dat is ook mooi. Ja. Dat is een goed voorbeeld. En cultuur is iets moois. Ik zie dat ook echt serieus als een verrijking van jezelf of zo. Ja.
Dan heb ik nog iets. Hè. Ik vraag het best wel eens aan meer mensen. Ik krijg er niet altijd even een duidelijk antwoord op. Nou, wij hebben hier mensen van heel veel cultuur in de winkel. Ja. En die reizen ook graag terug naar vrienden en familie. Ja. Waarom doen Turken dat altijd met de auto? Het is zo'n takkenij. Ja, klopt. En je zou ook een ticket kunnen boeken. Ja. Nou, je moet je voorstellen, als Nederlander, je gaat in een camper richting Zuid-Frankrijk. Een beetje dat gevoel, ja. Maar dan is het bij de Turken gaat het nog wel iets verder qua gevoel. Ja. Omdat je terug gaat naar je roots. Oké. Okay. Dus, ja. Ik heb het op het internet opgezocht. Het moet minimaal 3000 kilometer zijn. Is dat zo? Almelo, Istanbul, ja. Is bijna 2800. Oké, okay. Dus, ja, dat is voorrande. Heb je nog een heel land wat erachter zit. Maar Martin, geloof mij serieus, dat gevoel dat je aan de grens staat en er staat in het Turkije Hoş Geldiniz, welkom in Turkey. En je rijdt er doorheen, dat is een onbeschrijfelijk warm gevoel, mooi gevoel, echt. Dat is niet in woorden uit te drukken, maar... Maar dat is het rijden dan ook waard? Dat is zeker waard, ja. Ja absoluut. Ja, okay. Ja. Een beetje zoals Nederlands net uit Frankrijk gaan, maar dan iets meer. Ja, dat is een mooi antwoord. Ja. 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 Heb je dat dan zeg maar met een hoofdtelefoon of heb je dat heel hard op de radio? Nee, een koptelefoon. Okay. Nee, een koptelefoon. Je moet je voorstellen als je 4 dagen bezig bent met het uitvoeren van lakcorrectie, dan wil je een beetje ontspannen, wil je relaxen en dan zet ik vaak koptelefoon op. Ook voor lawaai natuurlijk van de machine. Ja. Maar wat ik dan vaak luister is ook wel verschillend moet ik zeggen. Ik heb wel een breed voorkeur aan muziekstijl. Snoop Dogg? Nee, Snoop Dogg niet. Tupac. Ja. Biggie. Ja. Maar ook heel veel Turks. Ja. Ik zeg ja, maar ik ken geen... Ja, Tarkan. Tarkan. Shimarik, ja inderdaad. Nee, die fase ben ik voorbij. Ja, techno, daar hou ik ook wel van. Oké. Okay. Ja. Nee, goed. Ik ben wel... voorkeur voor muziek tijdens detailen. Ja, ik zie tegenwoordig heel veel. En ook heel veel mensen die podcasts afluisteren en zo. Zeker. Dat hoor ik ook heel erg veel. Mooie kleur. Shiny Garage. Ja. Dat zijn wel fijne doekjes. Niet te dik. Nog een mooie. Die haakt wel een beetje in op jouw opmerking daar straks van die 60 uur per week detailing plus de politie. Ja. Leven om te werken of werken om te leven? Laatste. Werken om te leven. Ja. Ja. Uiteindelijk door te werken verdien je geld, hopelijk. En daarmee kun je heel veel leuke dingen doen, maar ook je vrijheid meekopen. Ja. En ja. Hey, nu aan het drogen zijn, hè? Ja. Hou jij ervan om met lucht alles na te blazen? Naderhand wel. Thank you.
Is het cappuccino of is het Turks koffie? Er is niks lekkerder dan Turks koffie. Oh ja. Ja. Duidelijk. Daar ga je hard op. Ja, dat drap laat je onder en de rest drink je op. Ja, ik ken hem. Maar dan ga je sky high. Ja, dat klopt. Espresso dan voor jou? Ja, laten we doen. Ik had nog één vraag. Toetje na het eten. Ah, zeker. Zoals? Alles wat te maken heeft met moes. Oké. Okay. Chocolademoes, vanillemoes, melk, whatever. Moes, melk is echt mijn ding. Dat gaat elke avond? Nou, niet elke avond. Ja, dat vond ik een heel belangrijke vraag, want ik doe wel elke avond een toetje. Ja. Ja, ik krijg er gewoon trek in, weet je wel. Ja, is dat vaak vanillevla. Ja. Maar je hebt lekker. Ook die yoghurt met bosvruchten en zo. Ook lekker. Ga ik ook graag op. Chocolademoes. Ja, vind ik heel zoet en machtig. Hm. Maar wel vanille. Dat doe ik wel. Of kokos. Kokos kan ook nog. Wow, wauw. Baklava. Ook. Ook lekker. Ja, met ijs. Ja. Heel goed. Ja, zoals jullie horen, we gaan dus van een detailing naar een eetrubriek. Nee, maar goed, mooie antwoorden. Waarvoor dank. Nou, we zijn tot het einde gekomen aan In de Wasbos met Baris van barbarosdetailing.com. We hebben zo'n 5-serie gronden gewassen, motorruimte gedaan, sponning gedaan, velgen gedaan, wielbakken gedaan, banden gedaan, de sponningen gedaan, gewassen, gedroogd, kiertjes uitgeblazen. Het was een hele uitgebreide In de Wasbox met. Ik vond het superleuk dat je er was. Ja, hartelijk ik ook. Dank. Het gaat je super goed bedankt met alle ondernemersplannen. Voor de uitnodiging. Op de Big Twin. Dankjewel. Wanneer was dat alweer? 1, 2, 3 november. Big Twin dit jaar, daar staan we met onze stand. In? Ik dacht Utrecht, dat weet ik niet meer zeker. Ja, Baris? Volgens mij wel. Okay. Ja, ik weet het niet zeker. Dus. Wil je Baris en Harley checken? Daar. Dus. Welkom. Top. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als je het nog niet hebt gedaan, volg ook Baris even op Instagram, barbarosdetailing.com. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg! Ciao, ciao.